Veel mensen kennen hem wel. De boomrijke weg tussen Geldrop en Mierlo. Die bomen worden de komende 2 weken flink gesnoeid. Er wordt gesnoeid over een lengte van 2 kilometer. Een flinke klus, maar het is volgens de gemeente nodig om de bomen levend te houden en wildgroei te voorkomen. Het snoeiwerk zorgt voor de nodige overlast voor het verkeer op de Geldropse weg. Vaak kan er maar 1 rijbaan gebruikt worden en de gemeente heeft geen omleiding geregeld.